Even een demo videootje over onze kant-en-klare mediaspeler. In dit geval was de vraag voor de Turkse twee kanalen. Dit hebben we al voorgeprogrammeerd. Je gaat gewoon naar het sterretje in de linker onderhoek. Je hebt twee opties: UK Turk playlist of Dreambox Turks pakket. Beginnen we even bij UK Turk playlist. Je ziet hier verschillende icoontjes staan. Maakt op zich, ja, je kiest eigenlijk wat je nodig hebt. In dit geval ging het om Turkse twee kanalen, dus kiezen wij Turkish TV. Diverse kanalen die hier staan. Je klikt op het kanaal dat je wil kijken, bijvoorbeeld kanaal D. Dan geef je drie opties. Je klikt op de eerste optie. En hij gaat afspelen. Aşk, eski bir yalan, para, elini kere. Kavga, gereksiz, rekabet. Dit was even het UK Turk playlist pakket. Gaan we even terug naar het begin en dan kiezen we nog even het Dreambox pakket. Het laat zien hoe makkelijk het systeem werkt. Alles is al voorgeprogrammeerd, je hoeft dus niks meer zelf te gaan installeren. Enkel maar verbinding te maken met internet. Door middel van de internetkabel erin te zetten of via wifi. Kan allebei. Dit zijn dus de kanalen in het Dreambox pakket. Dit zijn allemaal gratis te kijken kanalen, hier betaal je dus niets voor. Dit valt dus allemaal onder eenmalige aanschaf en onbeperkt films, series en diverse live tv kanalen kijken. Wat je ook onder het gratis kopje kan zien zijn sportkanalen. Dan kies ik Phoenix, Sports, ZemTV, PI Sports. Ik ga even de nieuwste streams binnenhalen. Hier zit onder andere ook Fox Sport in. Die zijn dus ook allemaal gratis te kijken. Uit mijn hoofd Fox Sport 1 tot en met 6. Hier geeft hij alle sportkanalen aan die je kan kijken. Je ziet ze hier staan. Fox Sport 1, 2, 3, 4, 5 en 6. We kiezen bijvoorbeeld Fox Sport 2. Hij opent hem. Eén kijker. Nou, hier, daar zijn jullie als ze met één. Gelukkig, hij zit er gewoon nog bij. Nederland, Fox Sport 1 of 2 in het geval. Fox Sport 6. Die heeft momenteel storing. Dit valt allemaal onder het gratis te kijken pakket. Hier betaal je dus niks extra's voor. Maar valt ook weer onder het eenmalige aanschaf. En onbeperkt kijken. Dit alles bovenop natuurlijk de films, series. En andere tv-kanalen die je terug kan kijken. Nieuws van de nieuwste films, met een druk op de knop, begint hij met afspelen. En dit ook weer eenmalige aanschaf en onbeperkt kijken. Series ook. Loopt ver voor op Netflix en op de Nederlandse tv en bioscoop moet ik eigenlijk zeggen. Alles is gecategoriseerd, dus je kan dus ook kiezen hoe die het moet weergeven. Goed voorbeeld is de Blacklist. We zijn net in Nederland begonnen met seizoen 4. Hier staat seizoen 4 al bijna helemaal op. Het werkt als volgt. Je klikt op wat je wil kijken. Hij gaat de bronnen binnenhalen. Duurt plus minus 10 seconden. Je klikt op wat je wil kijken. Of op bij wie je het wil kijken in dit geval. Klik altijd op de bovenste. En dan gaat hem gelijk afspelen. In Full HD. Met Nederlands ondertiteling.